Oh my god, mest. Vandaag is woensdag. Ja, woensdag. Dus zeg woe. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi. Woppa. Nieuw dag, nieuw vlog. We zijn dus nog altijd in Mallorca. En ja, vandaag gaan we er een keer op uitgaan. Maar op het gemakske, mijn ouders gaan mee. Dus we gaan eerst een beetje ontbijten. Dan gaan we een taxi bestellen rond 10:30 en dan gaan we naar het kerkhof. Waarom gaan we naar het kerkhof? Omdat mijn grootvader, dus de vader van mijn pa, ligt hier begraven in Mallorca. Dus vroeger, denk 2 weken voordat hij, dat ik geboren was, ging hij op reis naar Mallorca. En is hij op het vliegtuig is hij gestorven, heeft hij dus een hartaanval gehad. Maar in die tijd kostte dat mega veel geld voor dat lichaam terug te doen naar België. En daarom ligt hij dus hier begraven. En dat is ook de reden waarom dat we nu naar Ruslaar zijn. Maar ik ben nog maar juist wakker. Naar Mallorca komen, omdat ik nu 40 word. En ja, het is altijd mijn droom geweest om een keer dat graf te zien. En dus vandaag gaan we dat zien. En nu zondag is het ook mijn verjaardag. En normaal geef ik altijd een feest voor mijn verjaardag. Maar ik dacht dit jaar van kijk, we gaan nu een keer geen feest geven. En we gaan gewoon op reis gaan en we gaan dat een keer doen. Dus ja, voilà. Nu zijn we hier en het is hier echt mega mega schoon. Voilà. De zonsopgang hier in Mallorca. Voilà, zie. Ik ben hier echt wel een mega schoon uitzicht. Dus, en voor die prijs dan het gekocht. Gereserveerd en is het echt max. Goed, dat is natuurlijk het voordeel als je in het buitenseizoen ja, vakantie had. Hè. Dat is het weer. Hopelijk gaat het goed zijn vandaag. Ik heb gezien dat in de namiddag wel een beetje gaat regenen, maar we gaan het wel zien, want het verandert constant. Als je naar die app kijkt op de iPhone, ja, in een moment gaat het regenen, in een ander moment is het 30 graden. Dus dat lijkt niet goed, maar goed, ja, we gaan het wel zien, mensen. Hey, en het regent, en wat regent, en is het geen regen, en wat is geen regen. Hè, ja. Goed, oké, allez. Ik ga me een beetje douchen, klaarmaken, en vanaf 8:00 mogen we ontbijten. En dan gaan we nog een beetje chillen hier en dan zijn we gewoon weg. Let's go, yo. En ondertussen ontbeten. Is dat ontbeten of ontbijt? Ontbeten. Ontbeten. Ja, ontbeten is het ding. Ontbeten. Ja, ontbijten. Oké, okay, dus we zitten nu momenteel in een taxi. Het is wel zot, dus we komen in het hotel. We zijn in het hotel en we gaan aan de receptie in een taxi. En binnen, het was nog geen 5 minuten denk ik. In 3 minuten was die taxi er al. Dus voilà. Moeder zit van voor hier. En dat is dus de taxi hier. En nu gaan we dus naar het kerkhof. Ik weet wel niet hoe lang dat trein is. En ik ben ook benieuwd hoeveel dat gaat kosten. €1,15 de kilometer. Is het €1,15 de kilometer? Ah, oh, oké. Okay. We zijn maar wel 4 euro. Ah ja, het is €3 instapkosten. Sowieso, dus bij zat €20 zou zijn zeker. Maar dat is €10. Dat is €5 de man. Van mee, hè. Allee, goed. Dus let's go. Voilà, we zijn toegekomen. We zijn op het kerkhof hier. Dat is de taxi die ons gebracht heeft. Voilà. We zijn er. Gest?
Ah ja, wat? Een beetje, ja. Ah, ja. Mijn pa is al aan het blijven. Zeg je nog maar. Daddy. Allee. Nu gaan we wel een beetje... Ik denk dat hij zei, Xavier, dat, de muur dat wat vanachter was aan de muur. Hey, dat alles is aan de muur is. Ik kan eerst een keer rondlopen, maar dan ja, het zal niet, als het een gedenkplaatje is aan de muur, zal het niet opgegroeid zijn. Hè. Dat zal wel duidelijk zijn. Goed, we gaan een keer zoeken. Hè. Hier niet. Hier niet. Ik zoek heel dat huis is een Junis, hè? Dat is gewij. Nou, ik weet het. Maar het was... Een Junimuur? Met een paar kotjes aan. Ja, en de grond daar zonder restien, hè? Dat is gewoon eerde. Ah, dat is mijn eerde. Goed. Ik moet wel ook een beetje mooi Nederlands spreken. Het is niet allemaal in het Gens, hè, papa. Allee, we gaan het wel verder. Let's go. Oké, de zoektocht gaat nog altijd verder, maar ik wil dat hier niet meer tonen. Dus ik weet niet hoe, dat, in godsnaam, dat je aan die graven kan. Want er zijn gewoon geen paden er naartoe. Dus dat je gewoon zo, kijk. Voilà. Je kunt er gewoon niet naartoe. En overal staan er ook zo bordjes dat je er niet op mag lopen. Maar hoe in godsnaam moet het dan... Allee. Iemand gaan bezoeken of vermoeid zijn. Oké. Allee, kijk. Je kunt er niet aan. Je kunt er gewoon niet aan. Ik stel er niks van. Maar, oké. We hebben een berichtje gestuurd naar mijn onkel om te vragen wat dat juist is. Ik heb like, het gevoel dat het niet op... Dat gewoon het verkeerde kerkhof is. Maar ik zal zeggen van niet. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ik vind het niet. Sorry. Voilà. Dus, we zijn nog altijd op zoek. We zijn al kapot. Gewoon van een graf te zoeken. Dus, en dat is juist de twee Spanjaarden gezien die hier aan het werken waren. En die kennen dat kerkhof hier, maar ja, ik ben geen woord van verstaan. En dan hebben we iemand in het Engels gevonden en die zei langs wat dat is. En nu is hier Von Manzana Fossa Commune. En normaal moet het hier zijn. We gaan een keer vlug zoeken. Normaal is het hier. Uit? Ah ja. Voilà, we hebben het gevonden, mensen. Kijk. Het is daar. Voilà, Achille van de Kerkhoven. Oeh. Eindelijk, we hebben het gevonden. Amai. Voilà, het is de eerste keer in mijn leven dat ik het zie. Zat hè? Amai. Allee. Voilà, die mensen. We zijn ermee weg, maar moet je kijken wat voor groot kerkhof dat hier is. Dat gaat er zo volledig tot in de hoogte. Het is niet normaal groot. Kijk, hier ook al die kotten die daar staan, dat zijn allemaal van die familiegraven. Kijk, het is gewoon niet normaal. Dat gaat hier gewoon eindeloos verder. Maar kijk, missie geslaagd, we hebben het gevonden. En nu gaan we in het centrum, Palma de Mallorca. En we gaan het wel zien wat we gaan doen. Oeh, het was dus een beetje emotioneel. Maar ja, dat is normaal natuurlijk. Maar nu gaan we er een leuke dag van maken. Hehe. Voilà, zie. We zitten terug in de taxi. Voilà, zie. Dat is onze chauffeur. En het heeft even geduurd dat er een taxi stopte en Anouk had gebeld met het taxibedrijf, maar ze kosten like, niet goed Engels en ze heeft dan proberen uit te leggen, maar ja, er kwam dan toch geen af en er is dan een koppel dat we gezien aan die wel Engels kon en die had toch gebeld die wel Engels kon en die had toen gebeld voor ons in Spaans en achter 1 minuut stond er een taxi klaar. Dus dat is weer dik in orde. Het is hier nog niet zo overdreven duur voor taxi. Dus nu gaan we naar
En waar gaan we nu? Naar de kathedraal gaan. En nou, we gaan het wel zien, hè, wat we allemaal aan tegenkomen. Voilà, het is een avontuur, hè. Ah ja. Ja, voilà. Tot ziens, hè. Dus ja, mensen. We zitten hier in een gezellig, hoe noemen ze dat? Etablissement. 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 Ja, dus voilà, heel gezellig, hè? Mooi. Oh ja. En ja, mijn man moest weer naar de wc, dus ja, dat is zijn vrouw. En ja, we zijn hier het terrasje aan het doen, voilà zie. Voilà. Ja. En ja, we zitten hier ook naast een volledig ding met parels hier. En mijn pa heeft een heel uitleg gegeven, want mijn pa zegt dat de parels zijn tranen van een oester. Ja, dus ja, daar gaan we ook wel weer geloven. En we zitten hier ook juist naast de kathedraal. Voilà, daar is de kathedraal. Ik kan het niet goed zien, maar oké, daar is hij dan. Voilà. Het is er een mega grote rij voor binnen, maar dat gaan we niet doen. Het is 9 euro, maar er staat 7 kilometer rijden ervoor. Dus eigenlijk is het gewoon voor die 9 euro's. De levenslachtoffer Elisabeth. We kunnen heen, de queen. QV Volksdorp. Ja, oké, okay, volgende. Ja, en ja, dus gaan we hier een beetje rondlopen. Hè. Voilà. Goed, goed. Mega toeristisch. Wat is mega toeristisch. Ja. Alle hoekjes en kantjes, het zijn al wijnkokken, ze denken dat het goed is. En ja. Bedankt de les voor de tijd. Maar hier ook, hè? Wanneer normaal zegt, daar hangt de prijslijst voor het eten. Daar. Ik zei ja, maar het lijkt niet voor een neus. Ja. English. Voor English, press 1. Voor Nederlands, druk op 2. Voor Frans, hè? Press. Appuyer. Press ook, zie je. Mooi, press. Ja, de prijs van de foto's, hè. Ja, echt. Die mengt zijn probleem. Ja, allee, we gaan toch een beetje gaan wandelen. Pardon, gaan wandelen, hè. Ja, dat is een probleem halen. Juist ook. Voilà, we zitten op het terras en we gaan hier iets eten op het gemak en we hebben hier super grote drinks. Voilà. Wat had ik in even gezegd in hoe groot dat is? Yo! Zit hier natuurlijk weer één aan drank. Zanuki.
En ja, we gaan hier wat eten op het gemaakte kleinigheidje. Ik heb dan ook gaan tapas eten. En dan voordat gaan een pizza en moeder gaat een broodje met ham en kaas. En dan gaan we, wat gaan we dan doen? Verder wandelen, nee, ja. Misschien wel een keer nog een keer, of niet? Het zijn wel luisters. Pa heeft een uitleg over de grootste luister van Europa. Mijn kerstboom is meer verlicht dan die luister. Oké, goed. Zijn er nog zo van die dingen dat we moeten zien, Mallorca? Ja, dat kasteel. Oké, dus we gaan straks naar... Allee, tot zometeen. Hey. Voilà. We zijn met de zuster in de straat gelopen en dat was geen goedkoop straatje. Nee. En de zuster basketjes te zien van 695 euro. Voor van, ik weet ik veel wat merk, het zie me zelfs niet. Maar ik ga geen 700 euro geven voor een paar schoenen. En dan als je hier een ijsje wilt eten, is het hier 2,75 euro voor één bolletje. Dat gaan we ook niet mee doen. Ja, het is hier niet goedkoop. Wel, zeggen dat ik voor de eerste keer in mijn leven een Maccafé gezien heb. Jij hebt het alweer gezien, zei je. Waar heb jij dat al gezien? In Amsterdam. En dat, ja, dat kan. Ik had dat nog nooit gezien. En dat was allemaal met donuts en weet ik veel allemaal, koeken. De desserts en de crèmes. Ah, desserts en de crèmes. De desserts en de crèmes. Goed, dat allee. Heb je alleen maar in de grootsteden. Het alleen maar in de grootsteden. Zo. Niet in Roeselare? Nee. Oké, allez, we gaan een beetje verder wandelen. Voilà, zie mensen. En ondertussen zitten we weer in een taxi. Voilà, zie. We hebben enorm veel gewandeld. We zijn een beetje moe. Hoeveel stappen hebben we daar vandaag? 14 dus. 14 dus stappen. Dat is goed gedaan. We gaan nu terug naar het hotel. En het is wel zot, we tonen al adres. Dus we zitten hier zo in het mega-centrum Palma. En we tonen de adres die eigenlijk niet in Palma zit, maar een beetje erbuiten en zo. En die vent tikt daar niet in, dat is een navigatie, die vent weet dat gewoon. Kijk, die buren zijn hier zo. Dus, van bus. Ik vind dat echt zot.
Dus ze biedt gaan we naar huis. We gaan dan naar ons... Waar ik met mijn maag zit. Dus... die bocht hier omhoog. Dat geeft... Ik ben nu aan het kijken voor dat de hotel is. Vandaag zit. Ja. En hij gaat kijken wat dat de hotel is. Wat dat daar zit. Nee. Dus we gaan naar het hotel en we gaan ons een beetje douchen en om 19:30 is het tijd voor eten. En het is echt 19:30 dat je maar mocht gaan eten en geen minuut vroeger, want de deuren zijn gesloten. Daar heb ik nog wel nooit mee gemaakt. Het is een goed hotel, het is proper, het is allemaal goed. Het ontbijt was ook super goed. Anouk vond een diner niet zo goed gisteren, maar oké. Ik vond het wel goed, maar... Het is wel allemaal stipt. Hè. Je had niet één seconde voor dan 19:30 in het restaurant. Maar ja, kijk, het is wat het is. We gaan naar de hotel. En ik ga een goed douche pakken. Let's go. Yeah. Ja mensen, het is nu volledig echt van de kloten. Ik ben aan het lachen, maar eigenlijk is dat lachen. Het is echt niet voor het lachen, maar nu heb ik echt een dik probleem. Dus dat is juist, zijn we met een taxi naar het hotel gekomen. En wat is er gebeurd? Ik ben mijn gsm verloren in taxi. Vergeten. Ik had hem het adres getoond, ik was aan het vloggen en ik heb mijn telefoon tussen mijn been. Tussen mijn benen gestoken. En ja. En zit er nog in. We hebben alles gedaan voor die. Maar ja, er rijden hier 1001 taxis. We hebben van alles gedaan voor geprobeerd. Even te proberen te contacteren. Maar het lukt langs geen kanten. Dus ik ben gewoon officieel mijn gsm kwijt. Joepie, jee. Voilà, die mensen. We hebben lekker gegeten. We hebben daar juist nog een beetje buiten gezeten. Een mojito gedronken en Uno gespeeld. En ik ga hier de vlog afsluiten. Het is echt mega, mega klote dat mijn iPhone weg is. Echt is zo ambetant, maar ja. Ik dacht eerst van ik ga hier naar de iPhone store gaan en een andere kopen al. Maar ja, ik ga gewoon wachten tot... Tot dan terug zijn in België, want anders qua garantie of zo, als ik hem ga kopen hier in Spanje en het is dan iets aan, ik weet niet hoe dat al werkt met die garantie bij iPhone. Dus ga ik gewoon wachten tot we hem terug in België zijn. Het is echt ambetant. Maar ja, het is wat het is. Niet aan te doen. Oh, really fucking hate it. Mooi ja. Allee. Goed, zeg, allemaal bedankt om te kijken, like de video, abonneer op mijn kanaal en ik zou zeggen tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Salutjes, you.